Welkom in NL Magazine, komen to the movies. Ik ben Maurice. Ik ben Patrick. Nou, en we gaan het nu hebben over father figures. Father figures, we hebben wel gelachen. Ja. Maar niet zoveel gelachen als nee, we dachten. Nee. Het jammer was dat de trailer in dit geval weer heel veel van de leuke grappen liet zien. Ja. Dus, en heet die vind ook weer die Ted Mancher of zo heet die? Die is nu, vinden wij leuk, omdat hij ook in een of andere serie terechtkomt. Ja. En we dachten, nou, misschien dat hij... Hij heeft wel weer dezelfde soort rollen. Ja, klopt. Ja. Dus, beetje, ja, het is allemaal bijrollen. Ja, het zijn bijrolletjes. Dus het is niet, Kijk, het waren de bijrolletjes die het leuk maakten, die film. Ja. Maar en zo leuk vond ik hem ook weer niet. Nee, kijk, het hoofdverhaal was eigenlijk best wel mooi. Ja, het was te serieus. Het moet een slapstick comedy zijn. Ja. Alleen, wat ze er tussendoor doen, zijn vrij serieuze momenten. Wat totaal niet past bij de characters. Het past totaal niet bij het verhaal. Je kan niet slapstick en super serieus. Dat kan niet door elkaar. Nee. Je kan niet super emotionele momenten hebben en dan weer keiharde slapstick. Het gaat gewoon niet. Het is geen combinatie. Nee, dat was een beetje jammer. En, die film die we gezien hebben met Kerstmis, zal maar zeggen, met Will Ferrell. Dat was leuk. Dat was alleen maar slapstick. Eén stuk door lachen. Dat was gewoon een fantastische film. Ja, nu hadden we... En nu verwacht je dat je met deze karakters die je gaat krijgen, verwacht je toch een beetje weer hetzelfde. Ja. De opzet is hetzelfde, de trainer is het een beetje... Dus je verwacht het en je gaat zitten, je gaat kijken. Het zijn een paar momenten dat je denkt, haha... Ja. Het is niet echt... Er zaten gewoon een paar leuke bijrolletjes in. Ja. Die maakte het eigenlijk dat de film nog leuk was om te kijken. In de zin van dat je niet helemaal teleurgesteld eruit gaat. Klopt. Maar het is gewoon echt een middelmatige comedy. Een middelmatige comedy. Ja, toch? Dat klopt zeker weten, ja. Dus eigenlijk dus... Ja. Ik zou er niet voor naar... Als ik hem nou wist, ik niet naar de bioscoop gaan. Nee. Die kun je gewoon een keertje als ik op de tv is leuk om naar te kijken. Leuk om naar te kijken, ja. En dan nog zit ik waarschijnlijk de helft van de tijd op mijn telefoon te spelen. Precies. Terwijl je aan het kijken bent. Zo leuk dat je erom zit. Nee, dus af en toe momenten dat je echt kapot lacht, daarna is het even een tijdje stil. Ja. Dus. Je ziet wel weer dat we... We gaan weer een beetje naar beneden. Ja. Dat was vorig jaar. Goeie film als begin. En dan weer een beetje naar beneden. Dus het is een beetje... Maar we hebben de keiharde 4 nog niet gehad. Nee, we hebben nog geen keiharde 4 gehad. Nee, we hebben nog geen Sleepless gehad. Nee. En Assassin's Creed. Nee. Hebben twee, die hebben we nog killers, niet gehad. Nee. We hebben nog geen killers gehad. Nee. Nee. Dit is gewoon een grappige film, vind ik. Ik geef gelijk een cijfer ook. Geef hem maar. Ik geef hem 6 minuutje. Ik geef hem 5. Oké, dan zit hij... Ik ga dit jaar ietsjes meer kritisch kijken. Kijk, ja. Nee, dat is een serie. Ik heb een paar criteria in mijn hoofd dat ik denk van... Dat is het, oké. Nou, ik zeg, hij heeft het net aan voldoen. Maar dan komt hij op een 5,5 uit. Heb je het nog net gered. Net 5,5 was voor Marie. Zat er vroeger ook gewoon op dikke voldoende. Ja, afvallen dan de 6. De 6 zet dan... 6 is cultuur, hè? En 6 is cultuur. Ik heb het zelf niet plannen voor. Hé, mensen. Mag ik weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende film. Tot de volgende keer. Doei.